Heel de hele avond gaf het me een mantra, uh, Kaya Janori, Kaya Janori, En het bleef me doorgaan. Ik, ik wist niet wat het betekende. En op een gegeven moment uh, zei hij tegen mij, van, nou, jij wil jezelf heel op bepaalde momenten. Dan moet je een gebed voor kracht doen voor jezelf. He, want dat, dat stuk gebed waar het ook over ging, um, daar doen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar het is heel bemoedigend om op een bepaalde manier dingen te, te uiten of te vragen. He, affirmaties of net hoe dat je het wil noemen, of dat je ergens om wil vragen. Die ook heel mooi zien dat intentie is eigenlijk wat je komt brengen. Dus wat is jouw intentie hier voor deze groep? Met mensen waar je straks mee werkt. En, en het gebed is eigenlijk wat je graag zou willen ontvangen. Mm. Um, en toen, kwam, toen zei het medicijn van ja, ik ga je nu een gebed leren. En dat Kaya januari vroeg ik dus de volgende dag aan een shaman. Van, ja, probeer probeerde maar wat te leren. Maar ik weet niet wat het betekent. Toen dus zei ze, dat betekent in onze taal de visioenen komen eraan. En toen dacht ik echt, dit vind ik echt gewoon bijna creepy, bizar... Dat, dat er dus een medicijn is, dat mij nu iets in een andere taal probeert te leren, waarvan zij nog begrijpen, van nog begrijpen wat het is ook. En, en uiteindelijk ging dat, heeft dat dus vijf ceremonies geduurd voordat ik dat hele, mijn, ik durf echt te zeggen, mijn, mijn eigen eerste echte chant, wat via een dieet tot me is gekomen. En ik kan nu drie tot vier uur gitaar spelen, honey queen liedjes doen en ik ken de liederen heel erg, de traditionele. Maar dit is echt mijn eigen unieke gebed voor kracht, wat ik, wat ik kan brengen naar de groep. En dat vond ik ook heel mooi in dat stukje gezondheid en het stukje zelfhelend vermogen. Dat zo'n medicijn leert mij nu hoe dat ik mezelf een stukje kan helen. En dat vind ik dan mooi dat als ze uh, de ceremonie starten, dat ze dan ook vragen aan het medicijn: of breng ons naar het astrale, waar we de wijsheid mogen ontvangen. En de, en de heilige liederen kunnen ontvangen die we mee terug kunnen nemen naar de aarde om onszelf te helen. Ja, en dat is eigenlijk wat daar gebeurde. En dan heb je niet alleen Wiggins, die daar in een paar ceremonies zijn eigen gebed tot zit, krijgt. Maar dan heb je ook een Michel, die ook zulke dieetje doet. En een Piet en een Klaas en dan noem het allemaal maar op. En die doen het allemaal. En dan krijg je dus een hele zelf zelfhelende community. Ja, dat, dat vond ik zo mooi om dat daar te zien.